fijn dat u kijkt naar de straten van Amsterdam. Vandaag gaan we de Meeuwenlaan onder de loep nemen. Ook wel de Rode Loper van Noord genoemd. Omdat als je het pontje pakt vanaf Centraal Station naar Noord, is deze straat eigenlijk een beetje de ingang zoals je bij Noord binnenkomt. Nou, op de Meeuwenlaan wonen veel bijzondere bewoners. En een van die bewoners is Michelle. Een extravagante verschijning in de buurt. Ook bekend door haar roze rode haren en lange nagels. En 2-3 keer in de week staat ze hier een bakkie te drinken. En ook deze, vandaag weer. Ja, ook weer. Hoe maak je het? Goed. Ja? Dus, het is hier altijd lekkere koffie, is het hier. En even lekker praten voor als je naar je werk gaat. Ofwel gewoon rustig hier zitten en even plezier hebben. Beetje chillen hier. Beetje chillen hier. Hoe is het vertoeven op de Meeuwenlaan? Moet je woont hier iets verderop? Ja, ik woon er vanaf 2004. En ik kom vanuit Amsterdam-West. Het was in het begin wennen. Waarom? Omdat je een bus had die niet op tijd reed. En je had één pont. Dus dat was echt wennen was dat. Sommige mensen zeggen de pont, het lijkt me helemaal vervelend dat je daar af en toe op moet wachten. Maar het heeft ook wel iets, vind ik, zo over het water. Ja, je kan hier rustig even zitten. Je onthaast een beetje. En dat is het probleem meestal, dat je door blijft draven de hele tijd. En hier kun je eventjes rustig zitten of even rustig staan. En dan ga je weer verder. En het is lekker rustig op zo'n pontje. Heerlijk. En hier haal je... Dag mevrouw, zodat we storen. Ik hoor net dat u hier heerlijke koffie heeft. Zeggen ze. Zijn jullie al een beetje bevriend geraakt nu Michelle hier 2-3 keer in de week is? Tuurlijk, natuurlijk. Wat vindt u leuk aan Michelle? Hij is heel bijzonder. Hij is een heel leuke persoon. En hij weet heel veel over heel veel dingen. Maar wat vertel je dan allemaal Michelle? Dingen die hier in de buurt gebeuren, bij natuurmonumenten waar ik bezig ben. En ja, zo gezegd kijken we wat andere mensen interesseert. Dus, als je hier mooi weer hebt, dan is het hier helemaal magnifiek natuurlijk. Ja, we gaan straks komen we even bij jou thuis. Ja. We hebben eerst nog even afgesproken met Co, dat is jouw vriend of man. Ja, klopt. Zijn jullie getrouwd? Nee, het is partnerschap. Partnerschap. Daarmee duiken we nog even in de geschiedenis, want hij woont hier al bijna 66 jaar op de Meeuwenlaan. Betere kennen kunnen we denk ik niet hebben. Nee, hij is een van de laatste die zo lang hier woont. Ja. Dus, ja, en daar heb je hem echt voor nodig, niet mij. Dan zien we jou straks thuis. Okay, en geniet nog even van je bakkie. Merci. Dankjewel. Voor de mensen die net kijken, we zijn vandaag op de Meeuwenlaan in Noord. En zoals vele straten hier, vernoemd naar een vogelsoort, de meeuw. En wist u dat er ongeveer 50 soorten meeuwen over de hele wereld zijn? Zelf vind ik de kokmeeuw het leukst, maar misschien is u dat een keertje opgevallen. In de zomer heeft hij een chocoladebruin gezicht, maar in de winter is hij spierwit. Goed, over vreemde vogels gesproken. Dag Co. Nee hoor, grapje. Hoe maakt u het? Met mij gaat het prima. Lekker plekje hier. Ja, ik woon hier dan al, 63 jaar. Ja, 66 zei ik of zelfs 66. Net. Klopt dat? Ja, met mijn derde jaar ben ik hier naartoe gekomen. Oh, dat is pas 20 jaar geleden dan. Ja, zoiets. En nu 69 dan. En, kunt u zich nog herinneren de eerste keer dat u met het pontje hier aankwam in Noord? Ja, maar kijk, mijn ouders... wilde dan een woning hebben. Ze woonden in bij de ouders van mijn vader. Ja. En het was een heel andere tijd en mijn vader had steun. Steun? Ja, dat is nu de bijstandsuitkering. Oh ja. En zijn zuster woonde dan op de Bosselommer. Maar met de steunuitkering kwam je niet in Amsterdam terecht. En dan moest je naar het afvoerputje van Amsterdam. En dat is Amsterdam-Noord. Ja. En dan kan je denken aan bijvoorbeeld vroeger het Astendorp. Een beetje asociaal, ja. Daar werd je naartoe gestuurd. Daarom noemden mensen ook Noord gestoord, hè? Ja, zoiets. Kijk, we hadden niets. Zelfs de leerboeken waren 3 jaar ouder dan in Amsterdam. Ja, zo'n groot verschil. Ja. Maar het eerste moment dat u met het pontje overkwam, wat dacht u toen? Ja, dat was. We gingen dan met bus lijn 11 vanuit de Linnaeusstraat naar het Centraal Station. Dan had je nog bus lijn K, het kringlijntje om het Centraal Station. En dan moest je eigenlijk vanaf het
daar eigenlijk de afvaart. Oh, sorry. Oh, nu nog van de andere ponten lopen naar de brandweerkazerne. En van de brandweerkazerne vaarde dan een pont, niet zo mooi als nu, grote pijpen met een enorme roet rookstrook eruit. En ja, dat ging allemaal nog een beetje op stoom en hout en steenkolen. En dan vaarden we zo, wat ze nu weer van plan zijn om hem rechtstreeks over te laten varen naar de Valkenweg. En dan kom je daar, want er waren niet die gebouwen waar mensen nu wonen. Nee, maar daar was de Amsterdamse droogtochtmaatschappij. Hoe klonk het hier? Want ik kan me voorstellen, want er werd hier flink gewerkt. Was het altijd lawaaierig? Ik kwam hier en ik heb jarenlang moeten wennen aan tik, 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 24 uur per dag. Op die boten? 7 dagen per dag, per week. En dan, maar het was natuurlijk wel leuk. Je zat hier dan. Want dit is eigenlijk allemaal nog hetzelfde. En dan zagen we hier de Oranje voorbij gaan. Dat was een cruiseschip. Oh. En, maar dan ben je zo. En het schip is enorm groot. En dat had voor mij de afmeting van zoals nu de cruiseschepen eruit zien. Maar het was eigenlijk ten opzichte van toen een sloep was het. En wat heeft u die op de foto meegenomen? Want u heeft hier van alles vast. Kijk, wat is dit? Oh ja, hier heb je zo'n cruiseschip, ja. Hè? En dat was toen al dat ze begonnen met aan de overkant de cruiseschip terminal te shatteren. Ja. En, daarnaast... Maar mist u het nog wel eens? Maar daarnaast had je dan ook de tankschepen die binnenkwamen. En dat was eigenlijk... ik was toen een jaar of 7, 9 jaar. En dan kon je zeggen dag 1, dag 2, dag 3. En dan was het boom. Boom? Die gassen gingen werken. En dan had je weer een explosie. En dan had je meteen groot alarm. Politie, brandweer, alles. Dus er gebeurden wel eens ongelukken? Ja, er zijn diverse doden gevallen. Maar dat was een ritueel, dat hoorde erbij. Dat klinkt heel verschrikkelijk. Ja. En dan is het van, dat moment is het dan toch een werveling van, moeten we de ADM nog laten voorbestaan? Maar in de jaren 80 was het hier verdwenen. En als u zo rondkijkt, is hier natuurlijk enorm veranderd. Mist u het dan nog wel eens? Nee. Want we hebben hier natuurlijk een fantastisch woongebied gekregen. Dus het is eigenlijk verbeterd? Ja. Michel staat nog haar koffie te drinken. Michel, ga je met ons mee? Ko, waar viel je op bij Michel? Hij is mijn... collega geweest. En ze kwam dan in de problemen tijdens de reorganisatie bij het energiebedrijf. En ik zei van, zo heb ik bij meerdere mensen gedaan. Kom maar binnen op mijn afdeling. Maar toen kon het allemaal nog. Er waren niet zoveel cijfertjes die na werden gekeken. En je ziet wat er vanuit... Dus eigenlijk was Ko dus uw baas, Michel? Ja, in het verleden wel. Dus nu nog? Ja, maar nu heb ik een andere wethouder. Dus maar ik heb onder hem gewerkt tot dat we vanaf de Hoogtekerdijk richting de Spakelerweg gingen. En wat deden jullie dan? Logistieke werk. Dus zeg maar de elektrameters die binnenkwamen, die moest je daarna kijken op fraudeleuze handelingen. Meterstanden en allerlei andere dingen die niet goed waren aan de meter die dan terugkwamen. En werd dan weer bij het adres uiteindelijk, als wij een fraude tegenkwamen, werd daar bij het adres dan weer gekeken of de meter ook weer doorboord was. Of weer met een plakketje was gedaan, whatever. En waar viel jij op bij Ko? Dus langzamerhand is dat gekomen. Dus, of was het een hele enge baas? Nee, dat niet. Verschrikkelijke baas ben ik geweest. Nee, valt mee. Dus, Kijk, ze moeten... Maar wat is het dan nu? Want jullie wonen samen. Wat is het nu wat het leuk maakt? Nu is het vriendschap. Je begint met iets anders en aan de hand is het vriendschap. En ik zeg altijd, als er eentje steeds ja zegt, dan heb een ander niet nagedacht. Dus je moet altijd geven en nemen. En als je dat niet doet, dan is een relatie niet goed. En dat gaat bij jullie goed? Ja, de ene keer heb je wel eens wat ruzie, maar het gaat op zich goed. Hebben ze het vaak met trouwen, maar daar ben ik er veel tegenstander van. Want wij hebben ook logo's voor ons, of eigenlijk typetjes. De een is Donald Duck en de ander is oom Dagobert. Wie is wie bij jullie dan? Ik ben oom Dagobert.
vraag gaat over het geld. Dus, en heeft u vaak pech? Nee, dat valt wel mee, maar... Guus, geluk. Dat is het dingetje, zeg maar, wat tussen is. Leuk. Zullen we die kant op gaan naar de Meeuwenlaan? Want anders blijven we hier heel lang hangen. Ja, mijn best. Anders, ik ben benieuwd hoe jullie wonen. Anders moet je nog een diner verzorgen. Dat zijn best pittige hakken. Ja, ga niet elke dag loop ik er zo op, hoor. Want dan begin je kuiten echt op te spelen. Ja, dit zijn de laagste, hoor. Nee, die zijn de laagste. Maar... ja, je kan er niet de Kalfstraat mee doorlopen. Dat zou ik niet aanraden. En de Dam ook niet. Hier is jullie paleisje. Ja, dus de tuin hier beneden onderhoud ik hier. En er staat heel wat in, staat er. Maar alle tijden van het jaar zie je iets moois hier opkomen. En, ja, dus wel een beetje groene vingers. Ja. Lukt dat met die lange nagels? Zolang je er niet aan denkt, gebeurt er niks. Laat eens even zien, die zijn echt enorm. Dus. Prachtig. Maar je hebt handschoenen aan, dat is het enige nadeel, dan voel je wat minder. Maar als je er niet aan denkt, dan gebeurt er niks. Op het moment dat je denkt, oh, mijn nagels, dan gaat het geheim mis. Dan gaat het mis, oké. Okay. Dus. Nou, Co klimt al omhoog. Ja. Zullen we achter hem aan? Ja. Gaat u voor, hè? Ja, dit gebouw is 100 jaar oud, dus... Oh ja? Zo, genoeg spulletjes verzameld. Hey, kijk, dat zijn jullie dus. Ja, dat zijn de evenbeelden. Ja, zijn dat. Ja, maar we hebben ook Bugs Bunny en... Die staan daar. Ja, Bugs Bunny en hoe heet die ander ook alweer? Daffy Duck. Michel, in de buurt ben je een opvallende verschijning. Iedereen kent je. Hoe ben je erbij gekomen om je zo te gaan kleden? Dan ga je een heel eind terug ga je in de tijd. Ga je. Ik woonde in West vroeger. Ik kende een vriend vanaf de wieg. Met 16 jaar, toen kreeg ik dit. En ja, het is een gevoel net of je lichaam in elkaar gedrukt wordt. Zo voelt het, het gevoel. En mijn vraag was vroeger dan op een gegeven moment, als je bij de VU bent, waarom hij niet en ik wel? En ik dacht, Want je wou eigenlijk als man wilde je vrouw worden? In dat opzicht toen wel, ja. Maar ik ben onder behandeling bij de VU geweest. En daar krijg je een heleboel vragen. Op je vragen krijg je antwoorden. Maar het is ook zo dat je jezelf leert kennen. Want je denkt dat je jezelf kent. Maar als je daar in behandeling bent, je krijgt honderden vragen. Ja, en, om zeker te weten of je wel wil veranderen. En dan is het niet nee, maar is ja, waarom en nee, waarom. En dat gaat net zo lang door dat je de waarom eruit hebt. En zo leer je jezelf ook nog beter kennen als dat je jezelf dacht te kennen. Maar hoe zou je zo, want ik zat een beetje te puzzelen, ben je dan travestiet, transgender? Is er iets hoe ik het kan noemen? Ik ben niet doorgegaan. En dat heeft te maken met verschillende dingen. Ja, dus je bent niet omgebouwd, zeg maar. Dan ben je travestiet eigenlijk? Nee, je zit net tussenin. Oh, dit is het. Dus ik zit meer richting transseksualiteit dan de travestie. Travestie is dat je het leuk vindt om op podiums en die soort dingen te gaan doen. En bij mij is het een gevoelsleven. En zolang, als jij dan denkt, we gaan de kleding bij de vuilnisman in de vuilnisauto gooien, dan is het gevoelsleven weg. Zo werkt het niet. Als we bijvoorbeeld kijken van, nou, wanneer ben je dan bijvoorbeeld begonnen om je als vrouw te... kleden? Toen ik echt als vrouw kleedde, dat was, ik denk met ongeveer 35 jaar. Daarvoor functioneerde ik gewoon als man. En hoe reageerde je omgeving? Over het algemeen positief. Want ik zeg altijd, je moet jezelf blijven. Je moet niet iemand anders voordoen. Je moet niet met een piepstem gaan doen. Je moet precies de persoon blijven die je bent. Dan accepteren mensen je ook veel eerder. Als jij na gaat maken, of jij gaat te extreem, zo gezegd, dan gaan mensen het helemaal niet vinden. Maar je fietst hier ook over straat en dan hoor ik wel eens bijvoorbeeld in Amsterdam, laatst was ik op Bevrijdingsdag, daar waren ook veel transgenders, travestieten. En die zeiden dat ze steeds minder juist geaccepteerd worden in Amsterdam. Dat ze te maken krijgen met fysiek geweld zelfs, maar ook verbaal geweld. Ze worden uitgescholden, soms mogen ze niet met een taxi mee. Hoe is dat hier in Noord? Hier in Noord heb je er ook last van, in principe. En dan zijn het meestal de Marokkanen zijn. Marokkaantjes die denken dat ze leuk zijn en die willen daar een geintje mee maken. Maar het is niet leuk. Hoe uitzicht dat dan?
Schelden. En hoe schelden ze dan bijvoorbeeld? Wat zeggen ze? Homo, omgebouwde vrouw. Zo kun je nog een x-aantal dingen kun je bedenken. Wie ze zeggen. Dus, maar je moet proberen om er boven te blijven staan. Je moet niet direct gaan, behalve als ze door blijven gaan. Dan probeer ik het wel duidelijk te maken dat dit niet leuk is. Maar fysiek geweld heb ik persoonlijk nog nooit meegemaakt. Maar wel schelden, tieren en noem het maar op. En alles wat daarmee mee te maken heeft. Het voordeel is dat je hier in de buurt al langere tijd woont. Waardoor je ook wordt verdedigd door de buren hier in de omgeving. En die nemen het voor je op een gegeven moment. Dus die zeggen ook van, nou, ik ga met die ouders eens een keer praten. Dat het jongetje gewoon op moet houden met dit soort dingen. Als we aan het schelden zijn en jij zou mij gaan uitschelden. En je moet 4 keer hetzelfde gaan zeggen. En je hebt helemaal geen contact. Dan gaan de mensen jou toch als gek zien. Ja. En zo moet je het zien. Dus je negeert het? Ja, absoluut negeren. Nou, daar heeft u helemaal gelijk in. Wij gaan door, Michel is er alweer vandoor. Nee, die is hier. Wij gaan door naar jullie buurman. Ik weet niet of jullie hem kennen. Henk, bekend kunstenaar. Ik ken hem. Hij pas geleden heeft zijn schutting vernield. En van zaadjes wat hij in zijn tuin doet, daar komen allemaal planten weer op. En dat zal je ook zien als je in zijn tuin komt. Er staat echt een gigantische hoeveelheid planten staande. Nou, ik ben heel benieuwd. Wij gaan die kant op. Dank dat we hier mochten komen. Erg leuk. Jo, merci en veel succes. Ja. Dan gaan we door naar Henk Fakkeldij. Hij is bekend kunstenaar. Ook in de straat op de Meeuwenlaan hangen wat kunstwerken van hem. Die zie je daar. Die met die felle rode, gele kleuren en die blauwe daar. Dag, hallo. Hoe maakt u het? Goed hoor. Ik was net aan het vertellen over de kunst hier in de straat van u. Ja, dat klopt. Het zijn werken die gemaakt zijn samen met de Muziekstraat en met kinderen van de Eipleinschool. Zullen we even die kant op lopen gelijk? Ja, moet ik even mijn sleutels pakken. Als de deur dichtvalt mag ik niet meer in. Oh ja, snap ik. Ja. Maar hier hangt dus kunst van Henk. Maar hij heeft ook vele kunstwerken verkocht aan het Stedelijk Museum. Ja, ze hebben 6 werken van me. Dus een aantal werken op papier en een film zit erin van 6 uur. Dus, maar dat is denk ik toch wel een droom die uitkomt voor een kunstenaar. Ja, dat is heel tof. Ja, het is altijd super fijn om op een mooie plek te hangen. Maar die mooie plek kan ook thuis zijn bij iemand. Dus dat vind ik ook heel tof. Als iemand werk heeft gekocht en hij hangt dat neer en hij geniet ervan of zij geniet ervan. Ja, dat is ook super. Dat klinkt heel lief, maar ik kan me voorstellen dat als je in het Stedelijk hangt, dat toch nog wel wat meer charme doet. Nee, maar dat klopt ook natuurlijk, want je wil ook professioneel wil je ook goed je werk voor het voetlicht brengen. En het Stedelijk is natuurlijk een super plek om te hangen. Ja. Maar hier ook, op de Meeuwlaan, hoe heb je dit gemaakt? Nou, eigenlijk wat ik gedaan heb, we hebben de muzikanten van de Muziekstraat uitgenodigd om op de Eipleinschool te komen, samen met de docent aan Machteld. Daar hebben ze hun muziekinstrumenten getoond. Ze hebben muziek gespeeld en de kinderen die zijn eigenlijk die muziek gaan tekenen en later zijn ze gaan kleien. Wat zien we dan bijvoorbeeld daar? Nou, uiteindelijk wat we daar zien, zeg maar, zijn al die gekleide geluiden. Die heb ik in een compositie gemaakt die een relatie heeft ook vaak met de omgeving. De Meeuwenlaan komt er weer in voor. De Meeuwenlaan komt er weer voor. Op dat wereldbolletje, dat is een beetje ver weg, daar staan allemaal boten die in de omgeving belangrijk zijn. Ook van de NSMWF en de Rode, Rode Onderzeeër heette die geloof ik of zo. Vrolijk de buurt wel op. En ze zeggen, kunst verbindt de mens. Dat was ook dat merkt, en dat is, werkt hier. Kinderen en de mensen uit de buurt trots werden op hun buurt. En dus dat was eigenlijk het doel. Ja. Je moet steeds kijken naar je snorretje. Het is echt een kunstenaarssnor. Ja, vind je niet? Te gek. Gooi de camera nog maar even op. Even goed bestuderen. Ja, even goed bestuderen. Oké, okay, volgen. Wat mogen wij op de tv niet zien? Nou, dat is gewoon een zwart vlak en dat vind ik zo boring. Er zijn mooiere dingen om naar te kijken, denk ik dan. En dan zet je hem af en toe aan en als je hem niet gebruikt, dan gaat er een doek eroverheen. Ja, maar ik kijk bijna geen tv. Ik ben zo druk met allerlei andere dingen. Behalve de straat van Amsterdam, neem ik aan. Alle afleveringen. Maar wat zit hier? Wat zit hierachter verstopt? Nou, hierachter zit zit eigenlijk onderzoek, beeldend en ook in tekst, naar een opera die ik samen aan het schrijven ben met Thomas Geerts. Thomas Geerts is componist. En ik schrijf en ik ontwerp hem.
En ik heb bij Thomas twee voorstellingen gezongen. Dat klikte hartstikke goed. En toen zijn we aan de slag gegaan. Maar omdat dit allemaal nog zeg maar, in de ontwikkelfase is en ik mijn ideeën niet hier op tv wil prijsgeven, blijft het gordijn gesloten. Dus als je nog een keer wil, dan mag je het laten en terugkomen. Heel even koekeloeren? Ja, je mag wel even zo langs, zeg maar. Dan. Wauw! Dus je mag kijken, als je hier met de camera gaat staan, zeg maar, dan kun je zo schuin. Ik zal hem even, zo een beetje open houden. Zo. Dan kun je schuin een blikje werpen. Nou ja, dat groeit een beetje zo hier. En uiteindelijk is de bedoeling dat we, dat we genoeg hebben om daar mee de boer op te gaan. Dus de drie nummers willen we uitwerken, kijken of we subsidie kunnen krijgen. En dan ja, het uitvoeren, maar het is wel een jarenproject. Te gek. Ja. Voor de mensen die jou misschien niet, jouw werk niet kennen, kun je iets laten zien? Nou, ik heb hier toevallig, dat is ook iets wat met Noord te maken heeft. Er zijn heel veel overstromingen in Amsterdam-Noord geweest. Zelfs ook de Meeuwenlaan vroeger, totdat de dijken gemaakt werden. Toen is eigenlijk dit hele gebied ontstaan. In 2016 was het 100 jaar geleden dat ook de dijken weer doorbraken. En toen heb ik een expositie gemaakt in Monnikendam. Met allemaal werken die te maken hadden met water. En er zat ook een soundscape bij. Ik heb een geluidsinstallatie gemaakt met een requiem voor de koeien. Dus die zat daarbij, filmpjes. Dat ziet er fantastisch uit. Ja, en hoe heb je dit dan gemaakt? Dit is pastel, dus dat is eigenlijk poeder wat je in het papier wrijft. Dat is een hele ingewikkelde en kwetsbare techniek ook, dus je moet dat heel voorzichtig doen. Ik zie daar ook van alles liggen. Maar doe je het ook echt thuis? Maak je thuis? Nou, ik werk kleine dingen doe ik thuis. En als ik mijn ideeën kwijt wil, dan wil ik hier gewoon aan de slag kunnen. Maar ik heb een studio in West. En daar doe ik eigenlijk grote dingen. Maak tekeningen van 2,10 meter bij 1,50 meter ongeveer. Maar ik hoorde trouwens dat jij allemaal, kijk nu naar je tuin. Ja. Allemaal zaadjes had verzameld met prachtige planten, zei de buurvrouw Michelle. Nou, het was hier kaalslag toen ik hier kwam wonen. Ik heb wel allemaal plantjes ingezet. En het klopt bijna. Het klopt bijna, maar het is wel mooier geworden, ja. Ja, dat wel. Hoe is het voor jou, het leven op de Meeuwenlaan? Want je zegt, ik woonde in West. Ja. Dan kom je naar Noord. Hoe is de overgang bevallen? Ja, heel goed. Ja. Eigenlijk, ja, mijn woning in West, zeg maar, waar ik woonde, die begon steeds schever te staan. En de ramen waren op een gegeven moment dichtgeplakt. De dingen gingen niet meer open enzovoort. Het werd tijd om weg te gaan. Het werd tijd om te verkassen. En ja, het heeft me eigenlijk heel veel goeds gebracht om hier te wonen. Ik ben blij met de natuur, ik ben blij met de projecten die ik kan doen. We hebben nog theatervoorstellingen gedaan hier in Noord. Je voelt je thuis. Ik voel me hier wel thuis, ja. Ja, het is een hele goede vibe. Ja. Echte Noorderling? Ai, ik weet niet hoe een echte Noorderling zich voelt. Misschien ben ik daar nog iets te fris voor. Een jaartje of 10 woon ik hier nu. Maar het is wel een plek waar ik me heerlijk voel. Ja, dit is echt wel goed, ja. Ja. Goed om te horen. Tot slot, want we zijn alweer aan het eind van de uitzending. Oh. Stel, je maakt een kunstwerk van de Meeuwenlaan. Wat zou dat dan? Hoe zou dat eruit komen te zien? Het kunstwerk van de Meeuwenlaan? Ja. Wat moet daar echt op? Als het echt over de Meeuwenlaan zelf gaat, dan denk ik de natuur. Dat is de eerste waar ik aan denk. Maar hoe ik bezig ben, zou je ook kunnen denken aan alle geluiden van de Meeuwenlaan. En die gaan verbeelden en daar misschien wel ook geluid weer bij maken. En wat is een typisch geluid van de Meeuwenlaan? Typisch geluid van de Meeuwenlaan. En dat is wel het getoeten van de boten die vertrekken eigenlijk. Die kun je hier heel goed horen. Er zijn tijden dat vliegtuigen overgaan. Wind is goed te horen. Zeker als het stormt. Er zit een hele goede piep zit erin. Ik krijg al een beetje een idee. Ja. Komt het er ooit? Zien we die dan in het stedelijk hangen? Nou, misschien wel. Ja, vast. Ja, ik ben wel positief. Dus er komen een stuk of 6 in het stedelijk. Hartstikke goed. Nou, dan komen we kijken. Ja. Dank voor het kijken. Dank dat we hier mochten zijn. En heeft u nou een leuke tip voor de straat van Amsterdam? Mail ons dan even via straten@at5.nl. Ik vind het altijd leuk om bij u langs te komen. Dank voor het kijken. Hartstikke goed. Ja. En bedankt. Fijn dat jullie er waren.